De infrastructuur en energie zijn de hoofdmoten in het overheidsstimulusprogramma, zegt Reinhold Simons, directeur van het planbureau. De regering heeft gisteren de investeringsprojecten aan de pers gepresenteerd. Er is door de Islamic Development Bank, ISDB, 1,8 miljard toegezegd. Daarvan zal ruim 1,3 miljard besteed worden aan infrastructuur. De overheid is verder van plan in 5 sectoren te investeren. Die vallen onder 7 ministeries. De planning van de projecten moet worden afgerond, zodat ze kunnen worden ingediend, zegt Simons. Ik denk dat wat ik zo net zei, het is een indicatief programma op dit moment. Zeker de grote uitgaven, daar gaan we nog nader over praten. En zoals we waarschijnlijk in oktober de lijst die ondertekend was in april gaan wijzigen, zo gaan we waarschijnlijk, als we over het ontwikkelingsplan 2021 gesproken hebben, gaan er hier ook wijzigingen komen. Dus ik denk dat we op die manier, vooral de grotere en de verder in de toekomst liggende programma's die op het lijst staan, moeten zien. Misschien ter aanvulling om aan te geven dat zaken vloeibaar zijn, er was opgebracht voor huisvesting onder sociale zaken 16 miljoen. Er is op een bepaald moment een presentatie geweest via een videoconference met mensen in Jeddah. En is toen LISP 3 gepresenteerd voor 15 miljoen US dollar. En dat was aardig. LISP is het bekende huisvestingsprogramma. De mensen waren enthousiast erover. En er is nu al sprake van dat het wordt 25 miljoen. Dus zo is het, maar ik moet zeggen, de mensen enthousiast waren, is een afdeling van de bank in Jeddah. Maar we moeten nog zien of het moet nog vastgesteld worden. Maar het is om aan te geven hoe vloeibaar het een en ander is. Simons geeft aan dat wanneer er zich een crisis voordoet in een land, er vaak investeerders komen. Maar het is belangrijk om goed te kijken naar wie de investeerders zijn en wat ze willen aanbieden, zegt hij. Dus ik denk dat investeur juist op dit moment belangrijk is om investeerders die zich aanmelden en ons kunnen helpen, dus het land kunnen helpen trekken uit het dal waarin we zijn, om die zo snel mogelijk te accommoderen. Dus dat is eigenlijk de reden waarom we dit ook een van onze prioriteiten zijn. Ten aanzien van het verschaffen van kapitaal, er zijn ook andere opties. Een van de instituten die we moeten gaan versterken en opzetten, we hebben op dit moment al de NOB, als Nationale Ontwikkelingsbank. We moeten kijken precies hoe dat precies in elkaar zit. Ik begrijp van Financiën dat er een strategie is uitgezet met de IDB om de verschillende staatsbanken bijeen te brengen en daar zou IDB ook bij zitten. Maar ik denk toch wel dat los van een bij elkaar brengen van staatsbanken, er een serieuze noodzaak is voor een echte ontwikkelingsbank waar er behoorlijk wat financieringskapitaal moet zijn voor de particuliere sector. Dat is ook gevraagd door de mensen van het bedrijfsleven. We hebben dat niet in deze lening van ISDB, omdat ISDB een aparte poot heeft voor particuliere investeringen. En daar zijn nu besprekingen mee gaande en daar is ook een positieve relatie mee. En dat gaat dus is iets wat in de komende 6-7 maanden waarschijnlijk verder uitgewerkt gaat worden. Maar er is een poot van de ISDB die zich specifiek bezighoudt met het verstrekken van leningen aan een particuliere. Aldus Reinhold Simons, directeur van het planbureau. Er is door de Islamic Development Bank 1,8 miljard US dollar toegezegd, waarvan ruim 1,3 miljard US dollar besteed zal worden aan infrastructuur.